maar we hebben daar een hele toffe pastoor. Hij woonde in een grote pastorij, had een hele grote tuin, waar wij altijd de zondag met al de misdienaars mochten gaan spelen. Wat was verstoppertje of dekkertje of voetbal, weet wel, altijd dat soort kinderspelletjes. Maar het zieke van meneer pastoor was dat hij altijd kwam vragen aan ons van, hey hartjes. Hij hoest niet om in die handje te spelen. Natuurlijk, ja, zo. Meneer pastoor ging dan naar binnen, zijn lang kleed gaan aandoen en meneer pastoor kwam erin en meneer pastoor speelde de wigwam. Ja, dat is een indianentent. Alle van s'avonds, laat, ja, koud en donkerwerk, dan kloot mij allemaal in die tent tegen. Hij zei altijd, ja, jongetjes, als het donker is, moet maar aan die flos trekken boven je hoofd in dat lampje. Weet je, gaan zijn trekken en trekken. Dan wilde maar niet marcheren. Je kan de kop naar buiten stoken. Zeg, meneer pastoor, de lint is kapot. Nee, zeg, moet een beetje harder trekken. Nee, meneer pastoor, het is kapot. Als de 3 weken was de lamp kunnen altijd niet vervangen. Ik had gedacht van, weet je wat, ik had gewoon zelf. Dan heb ik hem serieus pijn gedaan, want ik heb hem mijn kloot afgetrokken.